We zijn in Hoogkerk in de sportschool van personal trainer Steven Tapilatu. Sinds eind november volgt FC Groningen spits Gennaro Zeefuik bij Tapilatu wekelijks een speciale kickbokstraining om gewicht kwijt te raken en fitter te worden. Wij zijn ondertussen een kickbokstraining aan het doen, gevolgd met combinaties. En daar zit voor Gennaro wat explosiviteit in en misschien dat hij hier wat zijn energie in kwijt kan. Zij is heel erg wennen en je bokst nooit. Dus dat is wel even wennen, maar hoe vaker ik het ga doen, hoe leuk ik het ga vinden. Hij kwam hier gewoon fris binnen en ik heb hem gewoon voorgesteld wat een optie is om te doen. En dat heeft hij met beide handen aangegrepen. Zeefuik is niet zomaar begonnen met trainen bij Tapilatu. Tijdens de uitwedstrijd tegen RKC op 24 november vorig jaar ontbrak Zeefuik bij FC Groningen omdat hij moest gaan werken aan zijn fitheid. Hij kon volgens de technische staf wedstrijden niet 90 minuten lang volhouden. Ik bokste wel eens af en toe met Robert Maaskant en Jan-Bas van Alderen. En toen is dit sprake gekomen. Heb ik een optie gegeven voor hem om als personal trainer hoe ik hierin sta. En zo is Gennaro bij mij terechtgekomen. Ze vonden me te zwaar bij FC Groningen. En heeft Robert Maaskant me hier naartoe gebracht. En ben ik met hem gaan trainen met Steven Tapilatu. En sindsdien train ik hier nog steeds. Over het gewicht van Zeefuik is tijdens zijn eerste maanden bij FC Groningen veel te doen geweest. Was hij nou wel of niet te zwaar? Dat is gewoon zijn bouw. Dat is gewoon hoe hij zit. En natuurlijk zeggen mensen, ja, hij is te zwaar. Maar ja, mensen hebben hem niet met hem getraind. Of zien hem van de zijkant. Ik denk wolfse schaapskleren, denk ik hoor. Toch was men bij FC Groningen van mening dat er wel wat kilo's af konden bij Zeefuik. Bij de vorige clubs waar je bent geweest, werd daar ook gewoon gesproken over het feit dat je te zwaar was? Ja, ze hebben het wel vaker gezegd, maar nooit is het echt naar buiten gebracht. Het is altijd in de club zelf gebleven. Mm-hmm. Maar dit seizoen is het echt naar buiten gebracht. En ben ik gewoon keihard gaan trainen en gewoon weer dat ik me weer kan bewijzen op het veld. En dat keihard trainen doet Zeefuik dus mede in de sportschool van Steven Tapilatu. De eerste weken dat Zeefuik trainde, ontbrak hij in de selectie van FC Groningen. Moeilijk dat je er even naast stond, dat je er even niet bij was? Ja, tuurlijk. Je wilt altijd als voetballer weer altijd spelen en je had er bij de wedstrijden zijn, maar het was even domper. Maar ik heb mijn kaarten teruggeknokt en het moet wel het resultaat zijn. Hoe was het voor jou toen Robert Maaskant jou dit vertelde en met dit voorstel kwam? Was je er meteen mee eens van, hier moet ik aan werken? Nee, ik had twee keuzes en dit was. Dus ik ben hier naartoe gegaan met Robert en ging trainen. En, het leek me wel wat, dus heb ik het gewoon gedaan. En het gaat de goede kant op en ik blijf dit elke week doen. Gennaro Zeefuik volgt wekelijks een kickbokstraining bij personal trainer Steven Tapilatu. Tapilatu is tweevoudig wereldkampioen taekwondo en stond in de ring tegenover de beste karateka's en kickboksers van de wereld. Hoe is het om dit samen met Steven Tapilatu te doen? Ja, het is een goede coach. En, ook al ben je moe, maar hij zorgt er wel voor dat je toch extra kracht hebt. Ah, netjes! Hij is sterker dan dat hij denkt dat hij is. En zo test ik hem een beetje en krijg ik het een beetje eruit. En hoe hij doet is gewoon, ik wil zeggen, heel goed eigenlijk. Ja, het gaat de goede kant op, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Ja. Dus. Maar het kan nog wel beter. Het kan altijd beter natuurlijk. Het gaat de goede kant op en hij is op het juiste gewicht. Alleen voor hem is gewoon het aanscherpen van het geheel is dat gewoon belangrijk. Dus daar gaan we gewoon mee bezig. Ik blijf gewoon keihard trainen en dat ik nog explosiever ben. Dat blijf ik hier ook doen totdat ik echt explosief ben. Ja, want daar kun je natuurlijk ook je voordeel uithalen op het voetbalveld, explosiviteit. Ja, klopt. Korte sprintjes, lange sprint en zulke dingen. Dat train ik hier al en tot die tijd gaat het op zich wel goed. Maar zoals ik al zei, ik blijf gewoon keihard trainen hier. Dus.
André Fuik volgt kickbokstraining om fitter te worden. Maar als we hem zo zien boksen, dan lijkt hij al topfit te zijn. Ja, is er misschien iets nieuws, een bokscarrière? Nee, dat niet. Maar ik blijf wel die voetballen. Maar dit zou ik wel willen als bijband, zeg maar. Gewoon van na het voetbal. Mm-hmm. Maar het is wel goed. Zou een kickbokscarrière iets voor hem zijn? Nou, zoals je al hebt gehoord, vindt hij het leuk om te doen. Vind ik het leuk om met hem te doen, alleen hij is gewoon... Hij kan dit ook goed trouwens hoor, daar niet van. Dus mocht hij ooit een carrière switch willen maken, dan ben ik bereid als coach om met hem te werken. Is dat nou de eerste betaald voetballer waar je mee werkt? Ja, dat is de eerste, ja. Ja. Hoe lijkt je om dat met meer spelers te doen? Lijkt me wel iets. Kijk, die jongens die krijgen natuurlijk een hele hoop over zich heen waar ze wel en waar ze niet aan wat kunnen doen. En zoals met Gennaro ook zegt, kijk, weet je, hij kan hier een beetje zijn energie in kwijt. En daar help ik hem met gerust hart mee. En je merkt ook wel dat gewoon wel helpt. En als niet alleen bij Gennaro, maar ook bij veel mensen, als ze gewoon te veel energie opgekropt hebben en dat gewoon hierin kwijt kunnen, zijn ze ook een stuk relaxter en kunnen ze ook gewoon veel beter dingen doen. Ja, nou is er inderdaad afgelopen half jaar heel veel over jou gezegd, ook negatieve dingen. Kun je daar een beetje van afsluiten? Ja, dat heb ik al lang afgesloten. Kijk, ze hebben veel over me gesproken en niet altijd even leuk, maar ik laat het altijd achter me zitten en ik probeer er zo min mogelijk wat van aan te trekken. Mm-hmm. En dan probeer ik hier eruit te slaan. Komende vrijdag laten we de trainingsbeelden van Zeefuik zien aan oud-bokser Arnold van der Leijden, die 3 keer brons won tijdens de Olympische Spelen. Van hem horen we het oordeel over het bokstalent van de spits van FC Groningen. Voor iedere topsporter, zoals topvoetballers, is het ook perfect om dit soort dingen te doen.